Minister Dikan roept op tot ondersteuning, proces, erkenning, grondrechten. Minister van Regionale Ontwikkeling Edgar Dikan heeft alle Surinamers opgeroepen ondersteuning te geven aan de uitvoering van het stappenplan ter realisering van de wettelijke erkenning van de grondrechten der inheemse en tribale volken in Suriname. Hij deed de oproep tijdens een toespraak op vrijdag 9 augustus bij de viering van de Dag der Inheemsen in de Palmentuin. De bewindsman heeft ook aandacht van de gemeenschap gevraagd voor mensen die bij tij en ontij kritiek leveren op de inspanningen van de regering om dit vraagstuk definitief op te lossen. Dezelfde personen laten het echter afweten wanneer het aankomt op een bijdrage leveren. Minister Dikan hekelt dat stevast dezelfde mensen die hoog van de toren blazen van afwezigheid schitteren bij belangrijke consultaties en sessies waar hun input nodig is. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.